We hebben elkaar gesproken naar aanleiding van het onderzoek van Poynter. Een vijfde van de reformatorische scholen heeft in haar schoolprofiel staan dat het homohuwelijk moreel onacceptabel is. Nou ja, je snapt het al. Jasper van Dijk die kan daar niet mee leven. Die vindt dat het... Die is daar sterk op tegen. Stelt dat die reformatorische scholen discrimineren. Persoonlijk vind ik dat een stevige stelling. Maar daar heb ik hem natuurlijk op bevraagd. En hij zegt, nou ja, de scholen... discrimineren door onderscheid te maken tussen geaardheden. Je mag dit geloven en thuis vertellen, zei hij. Maar niet op school, want die scholen worden met belastinggeld betaald. Dus op het moment dat de overheid dat betaalt, dan mag je dat niet uitdragen. En dat trekt hij ook breder. Hij vindt dat je een hele hoop meer dingen niet op een school zou mogen vertellen. Maar daar kom ik zo. Een heel belangrijk ander punt is dat wat hij aanstipt, is dat hij zegt, hey, je kan me niet wijsmaken dat kinderen met homoseksuele gevoelens hier niet door gekwetst worden. Als je onderscheid maakt, dan voelen die jongeren of kinderen, die voelen daar wat bij. Zeker als ze zelf in hun puberteit zitten en ze voelen dat opkomen, of ze voelen dat ze homo zijn, of ze hebben mensen in hun omgeving die daar wat van vinden, of daarmee te maken hebben. Ik denk persoonlijk dat het heel erg uitmaakt hoe je als school mee omgaat. Maar Van Dijk zegt gewoon dat mag niet. Je kan niet enerzijds de staat en haar opvattingen respecteren. En anderzijds wat anders ook vertellen aan je leerlingen. Ook in het interview op Radio 1 zei die schoolbestuurder Moens. Die zei van nou ja, dat we spreken altijd met twee woorden. We zeggen aan de ene kant de school... accepteert de opvatting van de staat. Dat gewoon in onze grondwet geregeld is. Maar dat we aan de andere kant vinden wat de Bijbel vindt. Maar goed, dat kan je gewoon niet zeggen. Je mag het in de klas niet vinden. Een leraar mag geen discriminatie legitimeren. En hij zegt dat geldt net zo goed bijvoorbeeld voor een katholieke school die iemand met een hoofddoek weigert. Dus hij trekt het ook veel breder. Hij wil het op zich hier niet alleen op focussen, maar naar aanleiding van dit onderzoek grijpt hij het aan om daar wat van te vinden.